Hugo de Groot is een belangrijk denker en een van de grootste rechtsgeleerden ooit. Niet alleen is hij de vader van het moderne internationale recht, ook is hij de grondlegger van het zeerecht. Hij verdedigt het principe dat alle landen toegang hebben tot de zee en vrij zijn om te reizen en te handelen. Maar als een intellectueel van zijn tijd was Hugo de Groot een alleskunner. Niet alleen schreef hij belangrijke historische werken, maar ook theologische verhandelingen. Ja, en zelfs gedichten en tragedies.